Starten maken. Je starten. Twee ronden neutraliseren. Twee rondes geneutraliseerd. Ja, maar Keenke, die voert het geneutraliseerde peloton aan met de figuur Thomas Heil. Max Seelens sluit de rij. Ja, de wedstrijd is open. Rennen is open hier met nummer 99, Tim Jansen. Eerste vlucht van vandaag, Tim Sanders. Rug nummer 88. Hij heeft hier 320 mee. 320 is Mike Sardina. Mike Sardina. Ja, de bel die heeft dus geklonken. Voor de volgende punten. Koppelmans. Koppelmans, Valtertij Labouche of was dat nummer 4? Dus die schatten goed, waarschijnlijk was die tweede. We gaan de finishfoto bekijken. Hier hebben we een nieuwe poging, Dubienski, de 38. Erik Franken, de klepper van twee weken geleden al, twee keer gewonnen. Hier nog steeds een kopgroep, 320 en 41. 320 is Mike Sardina. En 41 is Pom Kremers. Rajer aan de leiding. In zijn wiel 41 Pom Kremers, Dubienski. En ja, Nachti gaat dat dus niet redden op dat hoge tempo. Er wordt meer dan 45 per uur gereden. Jeenke, Hoven, Franken, Geerland. 21. Nog steeds Rajer hier, Franken in zijn wiel. Piotr Dubienski. Ja, inderdaad, Hoven. Dan Herman, Franken, Geerland. 41 zit erbij. Koppelmans probeert erbij te komen met Bart Jansen. Weer opletten, want er is een flinke groep vertrokken. Ronde naar ronde op kop hier. Sanders met in het wiel. Nog steeds Erik Franken en Erwin Bakker en Jens Driessen en Piotr. Hij gaat nu van kop af. Ga kijken welk gemiddelde dat ze gereden hebben bij deze ronde. Hier hebben we een uitloper. En die krijgt de bel voor 3-2 en 1 punt. 3-2. Hij zit opnieuw Koppelmans. Koppelmans, Franken en rug nummer 2, 320. 320 is Mike Sardina. Erik Franken heeft die sprint genomen om hier weg te rijden. Erik Franken en Walter Tyler Butch, 28, Jens Driessen, zijn de eerste drie. Hier komt hij weer hoor, Tim Sanders. Moet zijn tijdrit afwerken. Hij heeft Dubienski in zijn wiel. En 113, Piotr Kornafel. Ja, gaat het peloton dan toch breken? Hier Mark Jeenke, Tom Kremers, Mike Hoven. En de rij wordt gesloten door 147. Dat is Robin van Poppel. Driessen en van Poppel. En Peter Stienstra. Op 62 zien voorin op Kouwenberg. Sprint is in volle gang. Peter Stienstra komt mee. Dat was de fotofinish tussen Koppelmans en Stienstra en Schattengoed.
Jens Driessen legt de zweep erover. 78. Hier Tim Sanders die weer zijn constante tempo draait. Anken, Sanders, Heil, Dubienski, Dick Jansen. En Erwin Bakker gaat daarvoor Rachman opletten. Gepo vliegt in de hoogte. Tim Sanders volgt op constante snelheid. Van Poppel gaat aan de bak met in zijn wiel Raaier. Hier opnieuw Erik Franken krijgt Mark Jeentje mee. Zeelens, de derde man. Sterke kopgroep. Jeentje, Hoven, Franken, Zeelens, 21. Ja, inderdaad, Hoven, dan Hermans, Franken, Zeelens, 41 zit erbij. Koppelmans probeert erbij te komen met Bas Jansen. Hier opletten, want er is een flinke groep vertrokken. Pjotter, Franken, Jeentje, 62, Schouwenberg. En dan volgt op een achttal renners. Stefan Meuris voert het peloton aan. Nog 10 ronden. Hier het langgerekte peloton met hier een aantal renners in de problemen. Sint Sjaak Nillissen, Erwin Bakker werd in zijn wiel, Bas Jansen, Jacques Cox let op, Jeentje let op. Ah, Hero Tempo, er zijn echt mannen die nu moeten lossen. Acht rondes hier van Peter Steenstra met de club, met Lubienski, met Kornavel, met Sanders. Hij vindt dat hij nog niet genoeg tijd gereden heeft, Sanders. 7 rondes voor Raaier, voor Van Poppel, voor Cox, voor Sanders, voor Lubienski, voor Steelen. Met 5 rondes te gaan, Pjotter. Met Peter Steenstra. Sanders weer met zijn vaste tempo. 3 voor Broes, 3 voor Zeelens. En nog 3 voor Pjotter. Erik Franken, Broes Raaier, nog 2 rondes. Hier van Poppel, Bakker, Koppelman, dat zijn de snelle mannen. Letzte ronde. Laatste ronde voor Poppel, Koppelman. En hier krijgen we de sprint. Erik Franken nog steeds. En tweede plek 41. 41 was op de tweede plaats. Dat is Tom Kremers die heel goed gespurt heeft vandaag.